Yo, Nintendo fans! Vandaag zijn we weer op een nieuw Animal Crossing eiland. En degene die dit gemaakt heeft, die noemt dit een floating fantasy island. Oftewel, een fantasie eiland dat zweeft. Het heeft niet echt het thema van een film of een spel of zo, maar je kan hier best wel wat inspiratie uit vandaan halen. Sowieso is dit best wel een cool idee, dat er achter het gemeentehuis gelijk één grote waterval is. Dat is best wel leuk. Dus even kijken, wat heb je voor mooie kleren? Codes. Oeh, kijk, ze hebben ook echt alle patroontjes die ze hier gebruiken, die hebben ze ook hier neergezet, zodat je die zelf ook kan gebruiken. Dit is heel vet, want ze hebben een bepaalde Space Storm-achtig patroontje. Die heb ik al gezien. Dat is echt heel vet. En die kan je hier dus ook gewoon vandaan halen. Verder zijn deze planken heel erg nice. En ook voor kleding heeft deze persoon echt superveel patronen. De dreamcode van dit eiland vind je natuurlijk weer hieronder in de beschrijving. En laten we maar gewoon eens even rond gaan lopen. Want als we hier naar boven lopen, langs alle blauwe plantjes, zie je daar in de verte al gelijk een grote maan schijnen. Maar kijk, dit is super vet gedaan. Het lijkt echt alsof je dan boven in een of andere universe loopt. Alsof je in de ruimte bent. Die maan hier zo, die wil ik ook echt nog een keer hebben. Ik vind die maan zo leuk. Natuurlijk hoort er ook een spaceship bij. En natuurlijk wat van die sterrenfragmenten en een hoop vlindertjes. Dat vind ik ook wel geinig. Kan ik daar ook komen? Ik wil eigenlijk daar gewoon oplopen. Maar waarschijnlijk heeft deze persoon dit gewoon afgesloten. Oh, kijk trouwens dit patroontje op de vloer van dat blaadje. Superleuk. Het blaadje is natuurlijk het meest kenmerkend aan Animal Crossing. Ja, dat is ook wel een leuk patroontje voor op de vloer. Ja, super cool. Ik wil hier gewoon even een rondje lopen. Kan ik hier omheen? Ja, kijk, ik kan nog hier naartoe. En als we dan hier naar boven gaan... Wow, 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 we zien daar een of andere grote vuurslang. Kijk daar aan de rechterkant. Super cool. Nice. Ja, ook goed bedacht. Ik voel me net een astronaut, jongen. Ik had gewoon mijn astronautenpak aan moeten trekken vandaag. Als we hier naar rechts gaan, dan vinden we hier het museum. En we vinden iemand hier die misschien wel wat leuks te vertellen heeft. Hallo. Hallo. Hallo, Helia. Hello Sunshine. Hello Helia. Ik vind dat ook altijd wel cool hoor. Van die musea waar dan ook zo'n grote waterval is. Sowieso werken die watervallen echt supergoed. Dat ziet er altijd zo impressive uit. Het maakt ook altijd zo'n geluid. Alsof je vol in de natuur staat of zo. Nou, laten we even hier naartoe gaan. Kijken wat hier allemaal is. Oh, Helia staat hier. Ja, dan kan ik er niet langs, Helia. Kan jij misschien even gewoon... Ja, hallo. Waarom moet je nou hier naartoe lopen? Kan ik je eraf duwen? Duw er in het water! Lopen! Nou, misschien kunnen we ook wel onderlangs. Even kijken hoor, als we hier doorheen lopen. Wat is dit voor poppetje? Dat is een super geinig poppetje. Het is een leeuw of zo. Ze heeft super veel bloemen, jongen. Overal bloemen. Wow, wow, wow. Zagen jullie dat oog? Waarom zit daar een oog onder die boom? Ik heb geen idee wat het oog daar doet, jongens. Is die gewoon in de gaten aan het houden wanneer die appels van de boom vallen of zo? Super random, jongen. Hier kan je lekker sterren kijken. Oh, kijk, ja, nu zijn we op het strand waar we er net liepen. Alleen nu zijn we dus daar beneden. Mooie schelpenpoort. Springen we hier naartoe. Wow, dit is een super mooie eetplek. Wat? Ik wist niet eens dat er zoveel decoratie was. Dit is zo netjes gedaan. En ook die lampjes, die schelpenlampen. Een groene schelpenlamp. Blijkbaar kan je die gewoon customizen in een andere kleur. Dat wist ik ook niet. Maar deze tafel is super nice. Kijk die servetjes en dat bestek en zo. En die kaarsjes. Echt heel leuk. Bizar, joh. Is dit gewoon een complete tafel of moet je die zelf dekken? Oh ja, ik ben ook fan van deze palmboomlampen, joh. Die zijn super cool. Sowieso hou ik ervan als het nacht is op een eiland. En er staan gewoon superveel lampen. Dat vind ik echt vet. Hier in dit zwembad heb je natuurlijk ook weer van die lampen. Het ziet er altijd superleuk uit. Ik vind het wel een beetje gek. Zo'n zwembad half in een steen. Waarom zou je hier op een zwembad zetten? Nou, dit strand ziet er in ieder geval heel cool uit. Dit beeld kijkt uit over de zee. Die zijn aan het kijken in de verte of er misschien nog nieuwe villages komen. Oké. Oké, laten we teruggaan. Kunnen we volgens mij gewoon weer hier deze kant op. Ja. Yep. Waar gaan we naartoe als we hier naartoe gaan? Oh, dan komen we bij die vuurslang uit. Kijk dan. What? Hoe verzin je dit, man? Om zo'n vuurslang op je eiland te doen. Super cool. Oké, we gaan hier naar boven. Oh, kijk. We kunnen langs deze kant ook er langs springen. Langs de galaxy. Hoppakee. Yo, hallo. Wie ben jij? Jij bent Diana. Ben je lekker aan het kamperen hier? Kijk hoeveel bloemen, jongen. Die bloemen voelen wel echt heel random aan, hoor. Gewoon alle bloemen door elkaar gegooid met onkruid erbij. Het maakt allemaal niet uit. Persikboompie, sinaasappel, boompie, perenboompie. Hoppakee. Oké, wat is dit? Dit ziet er ook wel spannend uit. Is dit een vulkaan of zo? Kijk dan. Kijk die vuurcracks in de grond dan. Oh, hier is ook weer zo'n vuurslang. Ja, dit is sowieso een vulkaan volgens mij. Ik zie ook allemaal vuur daar branden. Hier is de poort naar de vulkaan. Oh ja, hier waren we net. Hier waren we aan het begin van de video. Oh snap, we gaan even de vulkaan beklimmen. Oh, hier zijn ook die ogen. Kijk dan, kijk al die ogen hier. Dit voelt echt heel freaky aan. Nog een vuurslang, dan gaan we hier naar boven. Oh,
Deze poort is ook cool, hè? Nou ja, hij is eigenlijk niet cool. Hij is eigenlijk gewoon vuurheet. Check dit! Hier wordt een ei uitgebroed. Dit is het ei van Moltres. Ah, het staat hier volledig in de hands. Hier staat ook een mevrouwtje. Mevrouwtje, gaat het nog goed met jou? Sarah die vraagt, are humans flammable? Nou, het gaat nog goed. Ik wil niet in de vulkaan gaan lopen. Dus laat me even je huis zien dan, Sarah. Waarom heb jij trouwens hier een gedenksteen? Is er iemand overleden in deze vulkaan? Oké, we gaan even naar binnen. Ik ben benieuwd of dit dan ook zo'n heel heet huis is. Wow! Nou, inderdaad. Zijn die lekker eitjes aan het bakken volgens mij? Ah, deze muur en deze vloer is zo vet. Als je Phoebe niet als starter villager hebt, maar als je Phoebe later op je eiland hebt laten komen, dan heeft Phoebe ook gewoon deze vloer en muren. Echt insane. Dit is zo cool. Oké, laten we weer naar buiten gaan. Het is veel te warm daarbinnen. Wel cool gedaan, man. Zo'n vulkaan. Echt heel nice. Well, laten we even naar deze kant gaan. Even kijken wat hier allemaal is. Oh, man. Dit huis ziet er best wel dark uit, man. Een zwart-wit huis. Het zou super vet zijn als de binnenkant dan zwart-wit gedecoreerd is. Dat past wel bij mijn jasje van vandaag. Oh, ja, kijk. Nice. Oh, dit is best wel cool, inderdaad. Het is niet zwart-wit, maar het is volledig grijs. Ik vind het heel vet dat de buitenkant van het huis matcht met de binnenkant van het huis. Ook weer allemaal dingen die ik nog nooit gezien heb. Warm waterbron ook echt. In je huis. Super lachen. Oké, nee. Dit is de rode kamer, jongens. Dit is een super coole statue. Ah, die statue ga ik ook laten maken. Die ziet er wel een beetje uit als de Pokémon Dwebble. Super lachen. Oké, volgende kamertje. Ja, kijk, dit is dus weer zwart-wit. Ik zou wel graag hebben gezien dat het hele huis gewoon dit thema was. Dit is super cool. Je kan hier lekker potjes schaken. Deze muur is trouwens ook best wel mooi. Een zwart-witte outfit hangt er aan de muur. Zwarte koelkast, zwarte kast, zwart keukenblok. En dan voor een klein beetje kleur deze bloesemplant in de kamer. Ja, tof, nice. Dit vind ik niet zo'n hele bijzondere kamer, to be honest. Het is veel te klassiek, naar mijn mening. Hoe zal de zolder eruit zien? Dit matcht ook niet met de buitenkant van het huis, maar dit is wel heel cool. Een soort van greenhouse, maar dan gewoon in je huis. Dit vind ik heel leuk. Allemaal plantjes en zo. Die muur is ook best wel cool. Zullen we even dit ding gaan bespelen? Oké, let's go. Ik hou echt van die bamboe dingen. Die bamboe dingen vind ik echt super mooi. Misschien is dit nu wel mijn favoriete kamer in het huis. Echt cool. Leuk gedaan. En de kelder. Hoe ziet de kelder eruit? Ah, kijk. Dit is ook een ontspannende ruimte. Met een watervloer en nog meer baden en zo. Zie die kluis? Daar links achterin. Ik wil de code kraken. Geef me je monies. Zo'n orgel ook, jongen. Ik wil ook zo'n orgel. Ik heb nog nooit de kans gehad om zo'n orgel te fixen. Dat is zo cool. Oké, we gaan weer buiten rondje lopen. Zo, kijk die gigantische libellen dan. Ik moet echt meer statues gaan fixen. Ik vind dat echt vet. Wow, dit is nice gedaan. Dit is echt een leuke openluchthal. Dit is echt cool. Die watervallen zijn hier ook een beetje random gewoon. Het is niet echt super erg gesteld. En dan zo'n brugje die dan schuin gaat. En dan nog meer watervallen. Ja, dit is cool gedaan. Dit is hartstikke leuk. Wie wonen er hier eigenlijk allemaal? Oh, hier woont Drago. Hier woont Lopez. En hier woont Midge. Wie is Midge? Ik ken Midge niet. Wie is Midge? Oh, oké. Ik had jou niet verwacht. Hoi, Midge. Dit eiland is wel lekker organisch, hoor. Er zijn steeds van die plekjes waar je overheen kan springen. En dan komt dat toch weer op elkaar uit. Kijk, hier is die trap waar we net ook waren. We gewoon een rondje gelopen. Dan gaan we nu verder naar beneden. Gaan we nu even hier kijken. Oh, dit is het strand. Oké, cool. Mooie vuurkorf erbij. Ja, allemaal van die strandlakentjes. Van die badlakentjes. Kijk, dit bedoel ik. Dit is die, dit zijn die planken. En dan maak je dus gewoon een soort van, ja, terrasje op het strand. Ik vind het echt super leuk. Eigenlijk wil ik deze wel graag hebben. Maar mijn patronenlijst die zit helemaal vol. Dit is ook wel weer vet gedaan, hoor, allemaal. Die schelpen dingen. Ik mis ook zoveel van die schelpen dingen. Ik wil ook al die schelpen, man. Dat is echt super leuk. Yo, Filbert! Filbert is een dikke baas. Als we hier naartoe lopen, dan lopen we weer tussen de bloemetjes door. Yo, Muffy. Doei, Muffy. Ik vind Muffy niet leuk. Hier hebben we wat gele bloemetjes en een gele vuurtoren. Nog een vissersplekje. Ook wel leuk inderdaad, om zo'n kraampje te gebruiken en daar dan van die vissen op te gooien. Kan ik hier naartoe? Oh ja, kijk, hier kunnen we ook nog naartoe. Dan kunnen we hier naar boven. Een soort van een geheim paadje. En een geheim paadje, dat leidt naar het geheime strand natuurlijk. Super cool. Je kan het niet echt zien, want het zit verstopt achter de tralies. Maar dit is natuurlijk de plek waar Red altijd aanlegt met zijn schip. Oh ja, zo kan je het wel zien. Nice. Er staat ook alweer een schilderij op hem te wachten.
Superleuk. Ja, zo'n geheim paadje wil ik eigenlijk ook wel maken. Dus zeg maar dat het niet zo obvious is dat je daar echt naartoe gaat. Maar dit is superleuk. Want mijn strand zit eigenlijk op dezelfde plek als het strand op dit eiland. Dus dit is best wel inspiratievol voor mij eigenlijk. En als we dan weer terug zijn bij het dorpsplein, hebben we hier nog een strandje. Ja, kijk, hier kan iedereen optreden. Spelen even lekker mee op die piano. Hoppakee, drumstelletje erbij. Ja hoor, laten we ook die gitaar nog even rocken. En de saxofoon natuurlijk. Nou, klinkt voor gemeten. Maar het maakt niet uit, we hebben plezier en dat is het belangrijkste. Als we dan hier naartoe gaan, dan is dit de winkelstraat zo te zien. Ja, kijk, dit is inderdaad de winkelstraat met Nook's winkel. En wat is dit? Wow, dit is de candy shop. Dit is de ijssalon. Wat vet. Je hebt gewoon een ijssalon gemaakt. Dit is echt heel cool. Heel nice. Dit doet me denken aan Stranger Things. Het laatste seizoen, man. Daar heb je ook zo'n ijsbar. Heel leuk gedaan. Oh, kijk. Dit is gewoon een winkelcentrum, man. Hier kan je allemaal fietsen kopen en surfplanken. Wat vet. Kijk, dit is de kinderafdeling. Hier kunnen we allemaal kinderspeelgoed kopen. Hobbelpaarden erbij. En nog meer ander speelgoed. Wat vet. Wat een ontzettend leuk idee om een huis om te toveren naar gewoon een winkelcentrum. Wat voor winkels zijn er nog meer? Of dit is natuurlijk backstage. Dit is de achterkamer van de ijssalon. Dit is een soort van de keuken. Of het magazijn. Ja, kijk, zie je? Hier worden alle ijsjes gemaakt. Wat leuk! Dit is zo vet. Nou ben ik echt heel benieuwd naar de zolder. Er is geen kelder in dit huisje. Maar er is wel een zolder. Kijk, en dit is gewoon de lounge. De mensen die hier werken, die kunnen hier gewoon lekker chillen. Als het nodig is, kunnen ze hier ook gewoon lekker slapen, zo te zien. Ze kunnen hier lekker poepen als het nodig is. Zullen we dat even doen? Wel doortrekken. Heel goed. Dit wil ik ook, man. Ik wil ook mijn eigen ijssalon. Wat vet. Zoveel inspiratietips in deze video. Kijk, dit is ook nog even een plekje waar de kinderen kunnen spelen. Is ook nog voor gezorgd. Hier een mooi terrasje. Buiten terrasje. Natuurlijk weer met die planken ook erbij. Heel gaaf. Volgens mij zijn we helemaal klaar, jongens. Terwijl we nog even langs het space gedeelte lopen. En ik moet je zeggen, ik haal hier best wel wat inspiratie uit. En ik wil van jou weten, wat vond jij de tofste plek? Vond je de vulkaan het vetst? Vond je het ruimtegedeelte het allercoolst? Of vond je dat huisje het vetst wat omgeturnd was tot een winkel? Welke van die drie? Laat het weten in de reacties. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/RicketTune. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!